In de herfstvakantie is het weer zover. Lego bouwt een feestje. En met feestje bedoelen we het allergrootste Lego-evenement in de hele wereld. Een dagje uit voor de hele familie. De IJsselhallen in Zwolle worden dan met miljoenen Lego-steentjes gevuld. Stenen waar je mee kunt bouwen en stenen die je kan bekijken. Zelf kan je dus ook aan de slag. Er zijn genoeg Lego-stenen voor iedereen. Voor alle 70.000 bezoekers die naar het evenement toekomen, zijn er dus genoeg steentjes om een eigen bouwwerk te maken. De Lego-steentjes komen in alle soorten, kleuren en maten. Voor ieder wat wils, voor jong en oud. Ieder Lego-thema is aanwezig. Met de indrukwekkende Mindstorms kan je je eigen robot bouwen. Deze kan je zelf programmeren en aanpassen. Van simpele machine tot krachtige denkrobot. Met de nieuwe Lego bordspellen heb je zelf het spel in de hand. Verander de dobbelsteen, de regels en zelfs het hele bordspel. Met je eigen creativiteit erbij gaan de spellen nooit vervelen. Kies dus je eigen Lego-thema uit en maak je eigen Lego-bouwwerk. Alles is mogelijk! Met technisch Lego bouw je ingewikkelde machines of voertuigen. Met Belleville bouw je je eigen landgoed. Met kasteel of manege, of zelfs een combinatie. Met Atlantis beleef je spannende onderwateravonturen. Maak je eigen onderzeeën. Verken de dieptes. En zoek de verloren schatten van onze oceaan. Met Racers bouw je je eigen auto. Daarna kan je racen met anderen. Wie haalt als eerste de finish? En wie moet er nog even een pitstop maken? En voor de allerkleinste is er Duplo. Grote stenen die makkelijk te hanteren zijn. Ideaal voor de eerste bouwwerken en zeer stimulerend voor de creatieve ontwikkeling. Daarnaast zijn er tal van andere prachtige Lego-bouwwerken om te bewonderen. Leden van Lego Club De Bouwsteen hebben hier nachten en in sommige gevallen zelfs jaren aan gewerkt. En het resultaat mag er wezen. Bijzondere replica's van bekende gebouwen staan overal op Lego World. Hun enthousiasme straalt van de bouwwerken af en inspireert om zelf iets te gaan maken. Al deze thema's en bouwwerken worden prachtig gepresenteerd en mogen allemaal van dichtbij bezichtigd worden. In sommige gevallen kan je zelfs meehelpen aan het bouwen. En voor wie het zich nog kan herinneren, zelfs de eerste bouwstenen van Lego zijn aanwezig. Daarmee is Lego in 1949 begonnen. Ook het speelgoed wat Lego ontwikkelde voor het bekende steentje is aanwezig. Naast Lego zijn er ook tientallen andere spannende activiteiten. Games, gadgets, skelters en fietsen. Spelen, klauteren, vissen en glijden. Zelfs een heuse bioscoop aanwezig die drie verschillende films draait, de hele dag door. Niet te vergeten een spectaculaire lasershow. En een spetterende liveshow zet het hele evenement op zijn kop. Met bekende artiesten als Jumbo, Tessa, Sean en Jeffrey en Brandy Russell. Na afloop nemen ze ook allemaal de tijd om hun fans te ontmoeten. We'll be right back.
Lego World heeft ook vele winkels waar naar hartelust iets nieuws, tweedehands of een specifiek los onderdeel gekocht kan worden. Zoek je een specifiek pakket? Bij ons is het aanwezig. Lego World vindt plaats in de herfstvakantie in de IJsselhallen van Zwolle. Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en met de auto. Dus kom langs, beleef en herbeleef de magie van Lego bij Lego World.